Het front van de prankoorlog bevindt zich momenteel midden in het Brabantse plaatsje Uden. Het hele dorp is wakker geschud met luidskabaal afkomstig van de winkelstraten nabij de woning van Giel. Herrieschopper Thomas dreigt nu te worden opgepakt door de sterke arm der wet. De politieambtenaren manen Thomas om in zijn eigen voertuig achter hen aan te rijden. Giel, Thomas en Stefan van het YouTube-kanaal Stuk TV, die hebben elkaar de oorlog verklaard. Maar echt, joh, de fatsoensnormen zijn overboord gegooid of zo. De regering roept de noodtoestand uit, sluit ramen en deuren. Vanuit het buitenland reageert men geschrokken. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. We will try to make it better. Dit gaat te ver. U rijdt de kutpolitieagent en mijn auto weg. Dat is hem, pik. Wat is kenteken? Wat de fuck zouden ze met je huis hebben gedaan? Ik betwijfel nog steeds of het gaat lukken. Dit meen je niet! Oh shit! Shit, het is zo fucking ongemakkelijk. Haal hem weg. Giel, even geen flauwekul. Ik ken het persoon, ik zeg gewoon aan. Ja, jij loopt ze op te naaien. Dat is helemaal niet waar. Ik heb jullie niet gebeld, hè? Zie je? Hier, Nachto. Fuck jou. Pak hem al stevig aan hier, dan. Hou je bek. Slaap lekker, jongen. Ja, dag. Fuck you, Thomas. Fuck jou, Giel. Is karma. Mag maar. Hé, we gaan er helemaal heen, jongen. Ah, ik vertrouw dit niet. Ik vertrouw dit voor geen meet. Hey, we gaan serieus snel weg op. Wat de fuck gaan we doen, ouwe? Hey, nog meer politie. Ga fietsen. Dit slaat nergens op. Dit is echt fucking joke. Ja, fucking joking. Oh, waar gaan we naartoe? Ja, hier zo. Verlaten parkeerterrein. Ja, natuurlijk. Dat is echt gezellig, deze man. Goedenavond. Hoi. Heb je rijden kentekenbewijs bij je? Als het goed is, zijn we net gecontroleerd ook door de collega's. Nou, nog niet gecontroleerd. Kijk eens. Top, dankjewel. Mag ik even uit het voertuig komen, alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Maar wat zijn jullie allemaal aan het doen? Nou, we zijn gewoon opnames. Opnames? Ja. Oké. Okay. En voor wat zijn jullie voor opnames bezig? Ken je Stuk TV? Ja. Nou ja, daarvoor zijn we opnames aan het doen. Dus we halen nu al constant grappen met elkaar uit. Ja, alleen het probleem is nu... Kijk, dit is een mooie auto. Alleen hij is niet verzekerd. Hij is wel gewoon verzekerd. Hij is niet verzekerd, we hebben het in het systeem gekeken. Hè? Weet je wat het is? Op het moment dat het voertuig niet verzekerd is, moet ik me in beslag nemen. Ja, ik geloof er echt geen ster van. Nou ja, je kan kiezen of delen, hoog of laag springen. Ja, ja, oké. Okay. Dat gaat niet werken. Wat is het plan? Ik ga het voertuig neerzetten. Ja. En dan naar een tafel komen. Dan mag je met een collega van de taak overleggen of jullie met hem mee kunnen rijden naar het bureau. Oké, is goed. Hij hoeft er niet in te steken hoor, gewoon nee, in de auto. Gewoon bij me. U rijdt een kutpolitieagent met mijn auto weg. Ik wist het gewoon, hè? Want die gast heeft geen herkenbare politiedingen aan. Ik heb mijn telefoon ligt daar, pik. Alles ligt daar. Ik dacht, die gaan we in die takenwagen bellen, maar daar rijdt gewoon meteen weg. Zo geen zin in. En zelfs ligt die Giel gewoon in zijn dikke reet in bed, hè. Ja, en nu dan? Nou, geef je telefoon. Met een taxi gaan naar huis. Ik heb geen sleutels, alles ligt erin. Kom, mag ik rijden? Ga naast je zitten. Fuck, wat een adrenaline! Holy shit, ik moest zo snel schakelen. We moesten alles pop. Jullie weten hoe dit is gegaan. Ben jij hier niet een uur geleden in deze auto? Ik snap er niks van. En dat zijn ze hoor, allemaal. Jezus, wat een hoop mensen heb je opgetrommeld, Giel. Ik heb jou de prank laten uitvoeren bij mij thuis. Ja, ja, ja. Maar ik zal je even vertellen. Ja, ja. Dit zijn inderdaad nepagenten, want ik wilde je gewoon de prank laten uitvoeren. En ja, vervolgens ja, ja, staande houden. Het klopte allemaal niet. Ja, ja. Uiteraard is het onderdeel van het door Giel opgezette plan. Die was dankzij het traceersysteem van de Thomas en Bolide op de hoogte van Thomas zijn komst naar Uden. Giel heeft in allerijl een tegenaanval voor weten te bereiden. Bekend gezicht. De prank op Stefan was goed gelukt. We weten natuurlijk dat Thomas mij vanavond gaat pranken, dat weten we. We laten hem wel die prank netjes uitvoeren, toch? Ja, ja, ja. Hij krijgt alle tijd om zijn prank uit te voeren. Ja? Nadat hij hier bij jou misschien tevreden weg is gegaan, mm-hmm, gaat hij lekker naar huis toe. En op de snelweg wordt hij er vanaf getrokken. Door de politie. Ja, en die jongens gaan zijn auto in beslag nemen. Maar wat er nou echt gebeurde, ja, was dat er echte agenten kwamen. Ja, 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 ja. En daar had ik geen rekening mee gehouden. Nee. Dus ik zei tegen hem, hij mag niet via het kanaal rijden. Ik weet niet hoe hij rijdt of hij gaat... Oh, ik weet niet hoe hij komt, maar hij moet via de... Van der Valk moet hij weg.
Ik zeg, help me alsjeblieft mee. Top, is goed. Tik hem aan. Echt? En ik heb dus van hun... Ik zei letterlijk, je kan er nu tussen om een stopteken te geven. Toen hij wegreed, dacht ik, dit had ik net niet gedacht. Yes. Maar ik ben helemaal niet blij met je. Je hebt er een teringzooi van gemaakt. Mijn hele buurt is boos. Ja. Ja. Wie kan dat op gaan lossen? Ja. Jij. Ja. De rust lijkt wedergekeerd in het pittoreske Uden. Maar niet voor lang. Stefan heeft de nacht doorgebracht in een hotel nabij het Brabantse dorpje. En komt de volgende ochtend al vroeg in actie. Goed, we gaan actie ondernemen. Dan gaan we weer. Kijk, Giel heeft een hele grote auto. Het is moeilijk om daar iets mee te doen. Maar Jochem, de beste maat, heeft een iets kleinere auto. En ik heb het idee om gewoon die auto een soort van op te gaan tillen met een hijskraan en dan boven zijn huis te hangen ofzo. Dat lijkt me echt super grappig. Het is daar, op deze kruising is het hier. Hij is niet thuis, hè? Oh, stap even uit, man. Even snel. Ik maak even een fotootje. Tuurlijk is hij een slot. Ja, je weet me nooit. Nee, dat is ook zo. Maar ja, ik denk dat ding makkelijk op te tillen is, ouwe. In onze hoofdstad ontwaakt Thomas na een heftige nacht in Brabant. Hij raapt zijn verliezen bij elkaar en neemt de tijd om een nieuw plan te bedenken. Een hele goede morgen deze morgen. Het was een kort nachtje, maar we gaan er vandaag weer tegenaan. Ik ga weer nadenken over nieuwe pranks. Eerst even sporten zo meteen. Even lekker ontbijten. Even mijn huis goed dicht doen, je weet me nooit, hè. Voor je weet staan we bij voor de deur. Stefan heeft inmiddels een adres gevonden waar hij de benodigde takelwagens kan regelen om de auto van Giels kameraad Jochem op onbereikbare hoogte te krijgen. Goedemiddag, ik ben Fabienne. Hey Fabienne, goedemiddag, ik ben Stefan van Uden. We willen eigenlijk een auto opgetild hebben. Jullie. En daar hebben jullie hulp bij nodig. En dan ga ik heel even overleggen wat ik kraning nodig heb. Ja. Klein momentje. Ja, als dit lukt, jongen, dan zet ik mijn schoenen op, serieus. Gaat het, maar kom. Kijk, daar rijdt hij. Daar rijdt hij. Dat is hem, pik. Wat is het kenteken? Was hem dat? Ik weet het niet, ik kan het kenteken niet zien. Godverdomme, we zien net zo'n auto rijden gewoon, hè. Die Jochem heeft. Ik heb even overleg gehad. Ja? We zouden vanmiddag kunnen zijn. Oké. Okay. Ja. We zijn nou teruggereden naar het huis, maar die auto is weg. Oh mijn god, wat is dit erg. We bellen jou even binnen een kwartiertje terug. Oké. Moet ik nu gewoon in de hoop gaan rondrijden dat ik hem tegenkom? Dat de auto ergens anders staat? Staat hij niet hier gewoon toevallig? Ja, daar staat hij. Ja, dat is hem. Dat is die auto volgens mij. Ja. Daar loopt hij. Ja. Hij is gewoon boodschappen gaan doen. Maar zo spoedig als de jongens Jochem hebben gevonden, zo spoedig zijn ze hem ook weer uit het zicht verloren. Maar waar is hij heen dan? Is hij gewoon weer naar huis? Hij is gewoon weer naar huis. Kan bijna niet anders. Gaat hij helemaal naar een fucking supermarkt gewoon met de auto? Dat is 2 minuten lopen, ja. Pik. Ja, aan het einde moet je links. En dat is al wel de straat, hè, volgens mij. Dus kan hem tegenkomen eventueel. Ja. Ja, hij staat er weer. Hij staat er weer. De automobiel van Jochem staat weer geparkeerd voor de woning. Tijd om de luchtmobiele takelbrigade te mobiliseren. Met Fabienne. Hey Fabienne, met Stefan Stuk TV. Hi. Hey, we waren een beetje in paniek, maar hij is gewoon een broodje gaan halen bij de supermarkt. De auto staat er weer. Dus de kraan kan zo snel mogelijk deze kant op komen. Ja, dan even een klein ijsflesje hier aan het schuiken en daarna stuur ik hem jullie kant op. Nou, helemaal top. Ja, dit is fucking sick. We gaan zijn auto optillen, guys. What the fuck? Zo snel, goos. What the fuck? Thomas ligt momenteel niet onder vuur en is bezig met zijn zogenaamde conditietrainingen. Giel ontwaakt even na het middaguur. Dankzij de tracker onder Stefan zijn automobiel ziet hij dat een oorlog nog steeds in Uden gaande is. Zo, een hele goede morgen. Nou, voor mij is het ondertussen goedemiddag. Ik heb toch echt even bij moeten slapen vanwege de grap die ik gisteren nog heb uitgehaald met Thomas. Het is denk ik rond een uurtje of 5 geworden. Ik weet dat Stefan nog steeds in Uden is, dus ik kan elk moment in de zeik genomen worden. Wat hij gaat doen, geen idee. Ik kan het niet tegenhouden nu. Ik ben nergens voorbereid. Ik ga genieten van mijn dag en ik ga weer een grap voorbereiden die ik vanavond kan plaatsen. Even verderop arriveren de hulptroepen van Stefan. Zal Jochem zijn automobiel deze aanval overleven? Ja, dit is fucking vet, jongen. Holy shit. Hoe hoog kan hij, denk je? 25 meter. 25 meter. Hij heeft echt kleine bandjes, dus die touwen gaan er niet super makkelijk omheen. Dus ik betwijfel nog steeds of het gaat lukken of niet. Dat is hij. Yes! Yes! Opgeven is genoeg. Nee, absoluut niet. Misschien een paar nieuwe velgen gaan. Dat is het enige. Sorry. Let's go! Uh-oh.
Ja. Het barrel op wielen van vriend en cameraman Jochem hangt nu vele meters boven de grond. Tijd om de eigenaar van dit voertuig in te lichten over zijn nieuw verkregen parkeerplaats. Jezus Christus, ouwe, wat hangt het ding hoog. Matje. Yo. Als jij belt, vertrouw ik de boel niet meer, hè? Nee, snap ik. Met wie ben je? Ik ben met Jochem. Jochem? Ja. Nee. Kom even naar je huis toe, oké? Vaar de tering op. Welke kleur wil je me hebben? Roze of geel? Dan ga ik het snel doen. Hey, maat, als ik het schilder word ik echt fucking lijp, hè? Oké, Jochem, ik zie je zo. Tot zo. Wat zag je? Ja, ik zag mijn voordeur, maar dat was het dan ook. Kut, dan moeten we zo snel mogelijk daar naartoe. Jochem komt straks aan hier en dan ziet hij gewoon zijn auto in de lucht zweven, ouwe. Ik zou helemaal gek worden. Wat de fuck zijn ze met je huis hebben gedaan? Ja, het zal niks goed zijn. het kan nooit heel goed zijn. Zouden ze een kleurtje hebben gegeven? Enerzijds zou ik dat wel kut vinden, anderzijds dan is voor mij is dan ook wel klaar voor de rest van de week. Ja, dan gaan we maximaal terror, hè? De grenzen zijn weg, zeg maar. Ja, de grenzen zijn, die zijn al weg, ja. Nou, daar gaan we dan. Godverdomme! Dit meen je niet! Oh shit! Oh! Oh nee! Dat is ja! Dat is ja! Je hebt een vliegende mobiel, ouwe! Waar is Stefan? Die zit er denk ik in! Stefan! Zit je erin? Wist jij dit? Nee, dit wist ik echt niet! Kijk hoe hoog die hangt op. Hey, maar we moesten hem opnaaien. Ja, nee, ja, dat is gelukt. Ja, ja maar het pech is, de auto doet het niet meer. Dus hij blijft nu hangen daar? Als ga je nog een kerstversiering wil hebben. Ja, zet hem dan op het dak. Is Stefan achter? Go. Maar hij zit toch in de auto? Waar hey Jochem! Veel plezier met je auto! Oh. Later! Hou tegen! Ik trek hem eruit! Hij moet eruit! Rustig! Het jasje! Voel me niet! Weet je dat we jou de hele dag gevolgd hebben? Lekker broodjes halen bij de supermarkt. Stonden wij er gewoon naast. Oh, ik dacht echt serieus even dat je mijn voordeur ging verven. Terwijl team Giel bezig is met het neerhalen van Jochem zijn automobiel, is Stefan even verderop in Uden alweer begonnen met een volgende aanval. Ik sta momenteel voor Markant in Uden, het is een heel groot theater en het is best wel een centraal punt in Uden. En ik heb een klein ideetje om hier op dit beeldscherm, een hele lelijke en hele oude foto van Jochem en Giel, hier te gaan laten zien. Dus ik ga even kijken of dat kan. Hoi man! Hey. Ik wil heel graag een foto van Giel en Jochem, een hele lelijke oude foto, wou ik graag aan dit gebouw ophangen. Maar nu zag ik ook dat jullie gewoon een beeldscherm buiten hebben hangen. Is het misschien mogelijk dat ik daar vrijdagavond een foto op kan laten zien, voor stukken zeg, ja? Helemaal top, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen. Dat gaan we vrijdag even fixen, ouwe. Thomas baalt nog steeds van al zijn nederlagen. Hij wil zijn tegenstanders vanaf nu graag een stap voor blijven. Besluit daar een vernuftig apparaatje voor aan te schaffen. Ik heb een idee gekregen. Ik wil een trekker plaatsen onder de auto van Steven of van Giel. Zodat ik weet wat ze doen, waar ze naartoe gaan, zodat ik ze kan zien aankomen. Hè? Dan word ik minder onrustig. En dan kan ik me voorbereiden, weet je, dan kan ik mijn strategie beter afstellen, dus that's the idea. Hier, deze werkt gewoon op een simkaart, met een magneet, kan onder de auto, deze moet ik hebben. Dus ik ga die trekker bestellen, ga ik plaatsen en dan ga ik even verder brainstormen wat er nog meer kunt doen. De avond valt in ons kikkerlandje en Giel arriveert in IJmuiden voor een welverdiende tegenaanval op zijn vriend Stefan. De hieropvolgende beelden zijn iets minder geschikt voor jeugdige kijkers. Vandaag is Jochem goed te grazen genomen. Jochem, dat levert ons weer een payback time op. We hebben een escort geregeld. Voor de kindertjes thuis, escort is een persoon die lichamelijke handelingen bij een ander persoon doet. Goed uitgelegd, toch? Vervolgens gaat zij zo meteen aanbellen. En ja, doet ze ook echt daadwerkelijk voor dat Stefan haar besteld heeft. Oké, je weet wat je moet doen? Ja? Verleid hem tot de max en geniet ervan. Kom op, en als je toch binnen mag, mag ik hem even rijden. Ja, pak ik hem even. Er wordt geklopt. Ik word net uit de douche. Hoi. Hoi, je hebt mij besteld. Wat? Je hebt mij besteld. Ik heb je niet besteld. Ja, ik ben er heel naartoe gekomen. Waar kom je voor dan? Nou. Nee, oh jongens. Oh nee. Oh, wat erg.
ik denk dat iemand jou gebeld heeft om mij in de zeik te nemen. Dat denk ik. Want dit heb je dan ook. Fijn dat we op zo'n korte termijn afspraak kunnen maken. Kun je... Oh nee, wat erg, schat. Nee, dit is een grap. Maar ja, luister, ik sta hier nu en ik bedoel, ik kom ook van de agency. Oké, okay, kom even binnen, want het is verkoud. Oké. Okay. Mijn vriendin zit ook gewoon boven. Iemand is mij nu in de zijkant nemen. Ja. Kan je het nummer zien? Ja, dat is het nummer van Giel. Fucking klootzak. Giel, vuile, vieze bloedhond! Schat, pak even wat drinken of zo. Wat is dit nou weer? Ja, er wordt ook echt specifiek gevraagd of ik dus inderdaad gewoon zo zou komen. Nee. Ja. Mijn vriendin is fucking jarig, hè. Dit is... Giel. Giel, je bent echt een vieze, vuile teringbloedhond, man. Ik heb het nummer gezien, jij hebt het besteld. Pik. Mijn vriendin zit boven en er zit een escort in mijn kamer. Fuck, mongol. Ja, ga nu niet zo achterlijk dom doen. Waar zit je nou weer dan? Ik weet dat je hier bent. Ik weet, jawel, ik weet dat je hier bent. Ja, je zit gewoon hier in die auto. Een vuile tering live. Fucking goh, jongen. Dit kan je niet maken. Mijn vriendin is jarig vandaag. Fucking tering live. Zielig als je halen weg. Sir, dit is zo fucking ongemakkelijk. Halen weg. Maar je hebt wel je badjas en zo aan. Ja, pik, ik kom toch net onder de douche. Ja, dat moet je nou toch zeggen. Maar ik dacht dat jij wel zin had in een... Gast. Weet ik veel. Maar je moet het wel betalen, want het is een beetje asociaal. Jawel, jij wil goed. We gaan naar buiten, jongen. We gaan naar buiten. Ja, maar dat... We gaan naar buiten. Hartstikke leuk van je, maar dat hoeft niet. Kijk, ze ziet er toch godverdomme sexy uit. Jezus, hè. Amateur. Sorry voor de overlast. Zeg maar tegen Kim dat ze echt super knap is, maar geen interesse. Sorry. Ja? Nou, Steve. Later. Godverdomme. Stefan, je hebt absoluut geen gebruik gemaakt van mijn speciale offer. Ik ben met de video aan het afzetten. Ja, dat echt jij ongemakkelijke shit gewoon. Met een ondankbare hond, want je maakt er geen gebruik van. Ja, je kan me redelijk. Nou, schat. Zet maar één ding op. Zie je volgende week. Maar ik ga eerst, voordat ik naar bed ga, gebruik maken. Dag! Zo lijkt ook deze dag van de prankoorlog tot een einde te komen. Thomas is vandaag uit de vuurlinie gebleven en heeft voorbereidingen kunnen treffen voor aankomende veldslagen. Of zijn nieuwe tactiek een uitkomst gaat bieden, ziet u in een volgende aflevering van Prankoorlog. Tabé! Stefan Jurjens, ben je thuis toevallig? Fucking vuile vieze flikker! Ik vind het eigenlijk zo'n geniale grap. Je bent een mooie chick, maar je hebt de pik.